even plaats maken. Komt u maar mevrouw. En terwijl de eerste winnaar bekend is, ga ik gelijk verder met de tweede trekking. Spannend. Iedereen wil die prijs hebben natuurlijk. Ik snap het wel, maar ik kan nog maar één persoon gelukkig maken. En dat is diegene met het loodje. Blauw, wij moeten helpen. Ja, dat ben ik. Ja. Maar ik had erin. Ja, dat ben ik. Dat ben ik. Ja, ik kom op dezelfde man. Dat is ongeveer dezelfde buurt. Komt u maar mevrouw, komt u maar her. Ja hoor, we hebben onze prijswinnares. Oh. Ja, je hoort wat te gelukkig. Geef ze één keer een applaus, dames en heren. Onze prijswinnaar van vanavond. We zijn twee gelukkigen. Ja, we zijn de beste vriendinnen, al jaren. Ja, al 30 jaar. Al meer dan 30 jaar. Dat is ook wel toevallig. Twee goede vriendinnen, ja, ja. Alle twee met de neus in de prijzen gevallen. Ja, ik ga nu bekend maken wat jullie gewonnen hebben. Ja. Wat jullie gewonnen hebben, ja. Is een rondleiding hier in de filmstudio's van Hilversum. Geweldig! Ik ben hier nieuw in Zundert. Willy van Schie ben ik. Ja, en ik denk, weet je wat, ik ga naar de volle maan. Want iedereen gaat naar de volle maan en dan weten jullie gelijk wie ik ben en dan weet je gelijk heel Zundert wie ik ben. Als moeders even vroeger altijd al hoor. Kleine potjes hebben grote oren. Ik begreep dat nooit zo goed. Ik was een beetje dyslectisch. Ja, maar goed, ik ben dus nieuw in Zundert. En ik denk, weet je wat, ik ga je eens wat vertellen. Dus ik ga iets over mezelf vertellen. Dan weten jullie gelijk wie ik ben en ja, wat ik, hoe ik hier dan gekomen ben. En dan ga ik straks ook nog wat vertellen over mijn nieuwe baan hier zo. Want ik heb nog een leuk lucratief handeltje hier in Zundert. Ik wist vroeger eigenlijk al vrij snel dat ik niet zo was als al mijn vriendinnen. Die waren allemaal verliefd, jongens en dit en dat. Ja, bij mij zat er dat toch gewoon niet in. En ik werd al vrij snel verliefd op mijn balletjevrouw. Liep ik daar met een tutuutje rond. Ja, zij werd niet verliefd op mij. Ze was een beetje jammer. Ik denk, weet je waar, ga ik het toch maar proberen. Nee, ben je een leuke jongen. Dus ik eentje op straat geklikt. Johnny heette die. Was best een leuke jongen. Ik heb mijn best gedaan, maar het is niet geworden. Nee, dat is op een gegeven moment overgegaan. Dat is wel zielig, want het was een leuk manneke wel. Maar goed, hij is ook goed terecht gekomen. Hij is, nou lijfwacht van Maxima. En dat is echt waar, hè. Maar dat is ook een perfecte baan voor hem. Want dat heeft mijn lijf ook jaren om te wachten. Dus dat doet hij als een van de beste, denk ik al, inderdaad. Maar goed, ja, de jongen was... Goedenavond, dames en heren. Welkom alweer bij de volgende aflevering van Het Beste Idee van Nederland. Onze volgende kandidaat is Guus. En Guus heeft een transportsysteem uitgevonden, heb ik me laten vertellen. Guus, welkom. Ik heb tegenwoordig al die pakbaan, hè. Ik mag geen scheten meer laten, ik mag niet meer boeren. Jongen. Kanoeska is echt de vrouw van mijn dromen, hè, maar dat is allemaal trouwen. Ze zit tegen mij en ik moet wel eens iets aan mijn buik doen. Ik zeg, mijn dunk is nog niet dik genoeg. Ze zit naar je stik te ver naar voren. Ik zeg, meer nou, dan krijg ik een bult op mijn rug. Ja. Ik ben ook niet te zwaar, hoor. Ik ben misschien een beetje te kuif van mijn gewicht, maar vorig jaar had ik 5 kilo verloren, hè? Die heb ik teruggewonnen. Ja, vroeger ging ik naar de fitness, hè? Fitness bij daar zo in de veld gehad. Maar ik moest een autobaltje een paar honderd meter verder parkeren, dat waren wij. Nou, dan ben ik dan naar Better Bodies geweest naar de fitness, hè? Ik ben nog niet begonnen, hoor, maar dan kom ik binnen en dan krijg je zo'n intakegesprek, hè? Zo'n intakegesprek. Dus ik kon zo'n vrouwtje voor me staan, zo'n vrouwtje zo. Ziet ze al staan, zo'n vrouwtje zo. En die zei tegen mij, dat jij nou rechtop staat, met je knieën recht. Kun je dan je voeten aanraken? Ik zeg, wat zeg jij? Dan zei, dat je nou rechtop staat, met je knieën recht, kun je dan je voeten aanraken? Ik zeg, ik zou blij zijn dat ik ze kon zien. Piet Paulusma, ja, waar is Piet? Ja, vandaag komen we vanuit Noord-Brabant. En we zijn te gast op de Bonte Avond hier in Zundert. En heb jij al meegespeeld op de Bonte Avond?
Bondavond. Het is volle maan, Piet. Volle maan. Ja, nou, de volle maan, daar moeten we nog even op wachten, want die is pas weer 18 februari. Maar... Meneer, mag ik eens vragen waar u dit vandaan heeft? Ja. Dat heeft me ook wel meegebracht, het Ioverrie van Dam. Ja, juist, ja. Ja, als ik het zo eens bekijk, lijkt het wel een beetje op een huisje. Ja, langs deze kant lijkt het weer meer op een boompje. Ja, zeker. Ja, en als ik hem dan 180 graden draai, dan zie ik nog ergens een beestje. Een beestje? Dat zie ik eigenlijk niet. En het moet allemaal nog kunnen bewegen, zie ik. Maar helaas, dat is allemaal kapot. Zeg maar, hou jullie je midden goed vast. Aha. Dan stijg hem op en we varen. Ho, ho, ho. Varen, dus jij bent een schipper. Nee, Vos. Ik ben piloot. Piloot? Ja. Dus we vliegen. Nee. We varen. Oh. Al wel, zeg. Hou jullie goed vast. Nou, zeg ook niet komen, hè? Ik denk dat we onderaan terug gaan kunnen. Ja. Zijn we helemaal klaar, hoor? Ja, hoor. Hou jullie goed vast. Nou, Ros, daar gaat hij, hè? Ja. Zakje. Oh, hij gaat goed. Het is gevaarlijk. Waar staat er eigenlijk aan de buitenkant van die ballon? Kom maar even gewoon aan de binnenkant kijken. Oh, kijk, dan staat het wel een spiegelbeeld, maar kijk, Sima Cel. Huh? Oh. Ja. Oh, wel, Les Amis bedoel jij? Hé, dat is van dat restaurant van de Wilderse Dijk, toch? Ja, zeker. Maar als ik hier in de maandje eens goed rondkijk, hé? Hey? Dan is het hier in de maandje veel drukker als in de restaurant. Goed. Meester. Nu, de uitspraak tussen Trace en Lies betreffende het zeldzaam masker. Ja, is het zeldzaam masker nu gegeven aan Lies door Trace? Of is het zeldzaam masker nu gegeven door Trace aan Lies? Ja, dat is nu de vraag die ik moet beantwoorden. Nu, ik acht het niet voldoende aannemelijk geworden wie nu de rechtmatige eigenaar is van dit zeldzame masker. Ik ga daarom geen uitspraak doen in deze zaak, omdat het uw woord, Trace, is tegen uw woord, Lies. Hè? Wel vind ik overigens dat u beiden in de toekomst duidelijk moet aangeven wanneer iets gegeven wordt en iets uitgeleend wordt. Hm? Nou, zodoende ben ik tot het volgende oordeel gekomen. Jullie krijgen beide een taakstraf binnen de gemeente Zundert. Ja. Ja, een aantal jaar. He? Wel mooi verder geworden, hè? Afgelopen kors met zijn huisje, boompje, puntje. Kunnen nagaan wat van de prijs gehad hebben en dat die puntjes ook eens een keer een biertje van geworden worden. Ja, dan denk ik natuurlijk wel die Johnny als een nek hangen. Dat is net een biertje. Maar dat wil ze nog niet uitgekeken het afgelopen kaas ook. En let op, hè. Oh. En hoor ook, hè. En terug. Ja, en niks moeilijk met onder druk. Nee, gewoon een stroeftolletje. Hoe simpel kan het zijn? En nou dan? Ik denk dat we gaan. Ja, ik denk het hoor. Ik ben het wel zeker van ook. En waar gaan we naartoe dan? Naar de kiet. Staat de kachel op! In meter koffie gezet. Nee. Jawel. Kom, we gaan. Ja. Kijk de gulden wel uit. Mijn